Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik niet in de studio, ik ben op bezoek. Ik ben op bezoek bij Readytex Art Gallery. En we gaan praten met de dynamische vrouw achter deze gallery. Niemand anders dan mevrouw Monique Nouchaya. Hoe gaat het met u? Het gaat, dank u. Ja? Ja. Bij de meeste mensen met wie ik praat, zeg ik na 2 jaar stilgezeten te hebben na COVID. Maar deze gallery zat niet stil. Nee, we zaten zeker niet stil. We moesten in beweging blijven. Het was een gigantische tegenslag, die hele COVID-situatie. Voor iedereen die in de industrie te maken heeft met bezoekers uit het buitenland en daarvan afhankelijk zijn. Voor mensen die afhankelijk zijn van events. En dus hebben we heel veel moeten ombouwen om de situatie tegemoet te komen. En dat hebben we gedaan. Ja, want als ik hier rondkijk, dit gebouw ziet er gewoon heel mooi en goed onderhouden. Eigenlijk bijna nieuw, sommige dingen, hè, Rui? Ja, we onderhouden het gebouw. Zoals u weet is het een ouder gebouw van hout. Dus dat vergt onderhoud van binnen. Ik heb niet evenveel fondsen op dit moment om van buiten ook zo keurig in de verf te houden. Maar we moeten keuzes maken en roeien met de riemen die we hebben. Ja. Zo'n gallery in hartje binnenstad. Kost veel, hè? Ja, het kost. Maar tegelijkertijd levert het ook heel veel op. Geen gallery zonder Readytex. En dus dat is dan de traditionele, maar ook de niet-traditionele, de crafts en souvenirs. Crafts en souvenirs zijn toegankelijker voor mensen die geld hebben om uit te geven. Dus dat is voor ons een hele belangrijke afdeling. Met de grenzen die sloten in maart 2020, stonden we echt voor een heel groot gat. Met de hulp van onze bank, de Republic Bank, hebben we dat kunnen overbruggen. En staan we er en we staan er nog steeds trots. We hebben nog steeds heel veel dat op ons pad ligt. Maar we voelen ons wel heel erg empowered dat we het hebben gehaald. Want eigenlijk iedereen, mensen die geld hebben en mensen die geen geld hebben, kennen Readytex. Readytex is echt het boegbeeld hier in de binnenstad. Hoe lang bestaan jullie al? Readytex bestaat volgend jaar, 55 jaar. Ja, was door mijn vader Weilen opgericht in 1968, 15 oktober 1968. En de gallery bestaat volgend jaar 30 jaar. Ja, we zijn twee biggie jaar. Twee biggie jaar. Dus we zijn met de gallery als deel van Readytex groep geheel begonnen op 8 februari 1993. Ja. Laten we inzoomen. We gaan straks praten over die tentoonstelling die er komt. Maar laten we even inzoomen op u. Want u heeft overgenomen van uw vader. Wilde u dat altijd doen? Laat zeggen, ik heb er nooit echt heel erg over nagedacht. Het was, mijn vader werkte met mijn moeder en het was een eenmanszaak. Toen mijn broer en ik klaar waren met studie in 1989, zijn we toegetreden. We hebben de eenmanszaak omgebouwd tot een NV. We hebben nog andere bedrijven opgezet, gezamenlijk. En mijn moeder die houdt niet van dat strategische, die is praktisch, hands-on. Dus mijn broer, mijn vader en ik waren dus degene die in dat strategische de koppen bij elkaar staken. En ja, het is zo gegroeid. Ik heb ook management gestudeerd en daarna een Master of Business Administration gevolgd en gehaald. Dus ja, business was wel mijn ding. Ja. Want soms zien we dat vaders met een bedrijf beginnen, maar de kinderen die hebben er dan geen belangstelling voor. Maar gelukkig, in dit gezin is het anders. Wel, ja, in mijn ouderlijk gezin is het zo gelopen. En ja,
inderdaad, in familiebedrijven zijn dat uitdagingen waar je oplossingen voor moet zoeken. En u heeft eerder aangegeven, we gaan terug nu, na 2 jaar kunt u nu eindelijk weer een receptie houden. Hè? Jullie gaan een receptie hebben, wanneer? We hebben een receptie komende donderdag, 7 juli. Hebben we dus een solo-expositie van Chantal Horten. Het is haar eerste solo-expositie. En een vrouw. Dus ik ben... Zie u dat met zoveel enthousiasme? Ja, vrouwen als kunstenaars zijn aan het inhalen in Suriname. Dus plegen een inhaalslag. Er zijn zeer goede, zeer gewaardeerde vrouwen in de kunst. Maar misschien niet voldoende op de voorgrond getreden. En daar komt nu verandering in met de nieuwe generatie. En wat moeten we naar uitkijken? Wat wordt deze solo-expo? Haar expositie heet Threads of Identity. En Chantal heeft voor deze expo werken gemaakt met keramiek. Met verschillende garen, haakgaren, breigaren, jute. Haar verhalen vertellen over zichzelf, over haar identiteit en hoe dat zich heeft ontwikkeld. Ze is geboren in Guyana, als 8-jarige naar Suriname verhuisd. En je bent geboren met een zekere genetische opmaak. Toch? En dat onderdeel is van je identiteit. Maar ook je omgeving vormt je identiteit. En dus dat vertelt ze dan middels haar kunstwerken. Ja. Maar u zelf, schildert u of doet u ook aan kunst? Dus ik ben altijd handig geweest en altijd heel geïnteresseerd in hoe zijn dingen gemaakt. Ik heb mezelf heel veel geleerd. Ik heb tijdens mijn studie in vrije vakken ook tekenen gevolgd en dat soort dingen. Vanuit de eigen interesse. Maar ja, je moet kiezen natuurlijk. En in feite, zaken doen is voor mij mijn creatieve outlet. Want ik vergelijk ondernemers heel vaak met kunstenaars. Er zijn principes die overeenkomen. Je bedenkt een product, je bedenkt een ervaring voor mensen die daar willing zijn om voor te betalen. Je verlegt grenzen, je moet denken out of the box. Je moet echt komen met vernieuwende concepten. En dat heeft raakvlakken met wat kunstenaars doen. Mijn kunst is mijn bedrijf. Ik ben beeldhouwer van energie. Ja. Want vroeger dacht men vaak van kunst kun je niet leven, kunstenaar zijn in Suriname. Dat ga je het niet maken. Maar dat is niet waar, hè? Kunstenaar zijn, als je luistert naar alle kunstenaars, is echt een gedrevenheid, bijna een roeping. Elke interview die ik volg, merk je dat individu een drang heeft om te scheppen. En sommigen halen het en sommigen halen het niet. De uithoudingsvermogen heeft te maken met wie ondersteunt ze. En hoe goed zijn ze in staat om een tribe te vormen die ze wil ondersteunen en die herkent in waarmee ze bezig zijn. En als ze dan inderdaad grenzen overschrijden en grotere groepen mensen interesseren in hetgeen ze te vertellen hebben, dan kan het dat ze op een gegeven moment echt ook voldoende kunnen verdienen van hun kunst. Maar het is inderdaad, net ik trek weer die vergelijking met bedrijven, 1 van 5 start-ups in business halen het. Halen hun 5e jaar. Dus ook bij kunstenaars is het niet elke kunstenaar die het dus volhoudt
met hun autonome kunst. De meeste kunstenaars houden wel vol en bereiken wel wat met de creativiteit die ze bezitten, maar dan op een manier dat het in opdracht gebeurt. Snap je? Niet op een manier dat zij bepalen wat ze schilderen of wat ze maken of wat ze doen. Maar daar bent u, hè? Daar is dus die ReadyTex Art Gallery die de mensen, de kunstenaars ondersteunt en ze een platform biedt. Ja, dus daar zijn we in gegroeid ook. Want zoals we zijn begonnen, zoals we nu werken, is anders dan toen we begonnen. Voor Suriname ogen we groot, zijn we misschien groot. Ik hoor van mensen buiten dat onze galerie qua ruimte ook de grootste is in het Caribisch gebied. Maar op een wereldscale zijn we. We werken eraan en onze vlek wordt steeds ruimer. We zijn steeds bekender in het Caribisch gebied. We hebben collaborators in Amerika, we hebben collaborators in Nederland. We hebben steeds meer curatoren en schrijvers en kunstvolgers die merken waarmee we bezig zijn. Maar ja, het gaat zoals het gaat. Mijn ambities zijn gigantisch. Maar het moet ondersteund worden door verzamelaars. En zolang we ook in Suriname geteisterd zijn door zaken als devaluatie en economische tegenslag, dan is er minder geld over om te investeren in kunst. En dat merken we natuurlijk ook aan de hand van hoeveel er wel of niet wordt gekocht. Want ik wil wel zeggen, het zijn Surinamers die kunst uit Suriname tot de next level hebben gebracht. Dat zijn Surinamers die kunst verzamelen. En langzaam maar zeker zien we mensen buiten Suriname zich ook interesseren ervoor. Want u volgt ook de ontwikkelingen en gaat ook mee met de ontwikkelingen. Hè? Wat voor vernieuwingen heeft u allemaal? Wel, in de afgelopen 2 jaren, waarbij we geen recepties konden houden, geen grote getallen mensen konden uitnodigen, hebben we een paar zaken anders aangepakt. Bij de opening van een expositie, want we hebben wel elke maand in de afgelopen 2 jaar een nieuwe expositie opgebouwd. We zijn niet stil blijven zitten. En dan hadden we op de zaterdagen rondleidingen. En dat is ons heel goed bevallen, want het is een manier om dieper op de materie in te kunnen gaan. Het is een moment voor de kunstenaar om ook te horen hoe wordt hun werk ervaren en geïnterpreteerd. Want een kunstwerk wordt wel gemaakt vanuit een bepaalde uitgangspunt. Maar elke toeschouwer heeft zijn of haar eigen bagage en interpreteert dat werk anders. Dus het is geen verkeerde manier om werk te interpreteren. En wat we ook hebben gedaan in de afgelopen 2 jaar, we hebben reeds 2 keer meegedaan aan de Atlantic World Art Fair. Dat was een online art fair op artsy.net. Eigenlijk op dit moment een van de grootste art platforms, digitale art platforms in de wereld. En het concept voor die art fair kwam vanuit Bermuda, collega galerist Lisa Howie. En de eerste keer hadden we 9 galeristen uit het Caribisch gebied die hebben meegedaan. En de tweede keer hadden we 11 participanten, waarbij 1 uit New York, 1 uit Londen, allemaal vertegenwoordigen kunstenaars uit het Atlantische gebied. En dat was goed, het waren goede leermomenten. Het is allemaal werken aan meer verzamelaars vinden en interesseren voor het verhaal dat onze kunstenaars te vertellen hebben. Als ik zo naar u luister, dan bent u nog heel erg tevreden over de samenwerking, eigenlijk het netwerk dat u heeft opgebouwd met de kunstenaarswereld. Jazeker. Ik leer eruit. Ik geniet ervan. Het zijn partnerships. En u weet, partnerships zijn, moet je onderhouden.
Dus we hebben ook botsingen. We hebben botsingen van ideeën. Komen tot nieuwe ideeën. Maar dat is alleen maar waardevol. We groeien er eigenlijk allemaal uit. We hebben crew-toes. We zijn heel belangrijk ook de afgelopen, vanaf 2018 eigenlijk, zijn we onderling aan het filosoferen, praten. Ja, eigenlijk proberen te doorgronden. Wat is kunst? Wat zijn overeenkomsten in kunst uit Suriname? Hier is het een typische uiting. Zijn er zaken die belangrijk zijn? En wat voor ons heel belangrijk is, is dat is het concept à la Condré. Dat is heel erg belangrijk geweest om vast te stellen dat à la Condré eigenlijk iets heel Surinaams is. En dat het staat voor totale inclusiviteit. Openheid. Open voor de ander. En dat we niet bang zijn van een ander. Zoals we zien wat in de wereld gebeurt. En dat herkent u vast. Ja, maar we weten het wel. Het is onderbuiks. Maar we hebben er nooit echt over gepraat. En we hebben het nooit echt vastgelegd. En dat zijn we bezig te doen. We hadden toen in 2021 onze eerste spoken word manifesto. We hebben het is toen namens ons geproclameerd door Alida Neslo. We hebben het vastgelegd. En we werken nu aan onze tweede declaratie. Die, als het ons lukt, waarschijnlijk komt bij 30 jaar RAG. We hebben het afgelopen jaar gewerkt, heel speciaal met Miguel Keerveld. Die vanwege zijn studie Readytext Art Gallery heeft gecollaboreerd met ons om hier als curator in residence te zijn, om tentoonstellingen te bouwen, om daar ook over te schrijven en kritisch naar te kijken, mee te doen in onze crew-toes. En we hebben daar in de toekomst grote plannen mee. Ja, dus we zijn echt niet stil blijven zitten. Nee. We zitten niet stil. Zullen wij nu de kunstenares uitnodigen? En Nederlands of Engels? Nederlands? Surinaams, want ik hoor. Acht jaar. Toen ze naar hier kwam. Dus helemaal goed. Strana Uma, hoe gaat het ermee? Goed, dankjewel. Kunstenares in hart en ziel? Ja, zeker. Maar waarom heb je ervoor gekozen? Ik mag je zeggen toch? Waarom ervoor gekozen om met kunst te beginnen? Het is een beetje een drang. Iets dat ik van kleins af had. Dus op latere leeftijd, dus als volwassene, heb ik een opleiding gedaan. En ik ben ermee doorgegaan. Dus toen je als kind hier kwam in Suriname, kon je goed tekenen of was je goed gewoon handig? Wat was het? Ja, nou, goed tekenen. Sinds ik 3-4 jaar was, tekende ik al, ja. Dus, En mogen we ook weten waarom jullie naar Suriname zijn gekomen? In de jaren 70 zijn er een heleboel Guyanezen naar Suriname getrokken vanwege betere werkgelegenheid. Dus, mijn vader zat in de bouw, mijn moeder is onderwijzeres. Dus hij is eerst geweest en wij zijn daarna hier naartoe gekomen. Je bent blij dat je hier bent? Ja, toch? Ja. Het is thuis. En nu is er een Uma. Ja. Je gaat een eerste solo-expo houden. Wat betekent dat voor je? Solo-expo bij Readytext. Ja, na mijn studie heb ik een solo-expo gehouden. Dat was in 2012, als ik het goed heb. Dus dit wordt de tweede solo-expositie, maar de eerste bij Readytext Art Gallery. Okay. Hoe is het overgekomen? Hoe hebben de mensen het ontvangen? Positief. Ja. Vertel ons een beetje over jouw kunst. Kunst, ja. Het is, ik heb een thema, vaste thema. En dat heeft vaak te maken met identiteit en
Dus verbondenheid met de plaats waar je vandaan komt en de plaats waar je opgegroeid bent. Dus dat is de rode draad van het werk. En van waaruit krijg je inspiratie? Dingen uit het dagelijks leven. Dus ervaringen, gebeurtenissen. Dus ja, het is niet een speciaal iets dat zeg maar. Je zegt 2012 was je eerste en nu je tweede. Dat is 10 jaar. Ja. Nou, wat doe je in het dagelijkse leven dan? Schilderen. Ik verzorg ook tekenlessen. Ik werk met kleine kinderen. Dus, en daarnaast fulltime administratief werk. Ik dacht dat je van kunst leefde. Dat is een beetje ingewikkeld in Suriname. Echt van kunst leven, ja. Nee, maar ik ben tevreden met de dingen die ik doe. Dus, En wat vind je van de samenwerking met de ReadyTex Art Gallery? Het is een hele goede samenwerking tot nu toe, ja. Ze ondersteunt, hè? Ja. Wat zeg je tegen de mensen? Waarom moeten ze naar jouw expo komen? Het is interessant in ieder geval. Ik denk dat er nieuw werk vertoond wordt, dus dat maakt het alleen interessanter. Het is de eerste keer na volgens mij 2 jaar ongeveer dat we weer een normale expositie kunnen houden. Dus dat maakt het zeker ook bijzonder. Jij zal helemaal in de schijnwerper staan. Ja, mijn werk. Nou, zal ik zeggen heel veel succes. En we zullen ook naar die solo-expo komen. Dankjewel. Nou, mevrouw, u heeft het gehoord. Ze is helemaal enthousiast over de samenwerking. En het podium dat u aan de kunstenaars biedt. Wat wilt u tenslotte zeggen tegen de Surinaamse samenleving? Want de kunstliefhebbersgroep moest waarschijnlijk groeien. Hè? Want eerst in het begin zag men kunst een beetje als iets elite. Hè? Maar nu eigenlijk... Bij iedereen komt het een beetje aan, hè? Ja, dus in de 30 jaar, bijna 30 jaar, waar ik bezig ben geweest met kunst, zie ik inderdaad dat de interesse ontzettend is gegroeid. Kan ook wel een deels liggen aan de manier waarop we het hebben aangepakt. We hebben ook altijd heel veel ondersteuning gehad van de media, van ATV, zeer zeker. Die dus de beelden dan wijst in hun videobreaks, et cetera. Er is groei. Er is bewustzijn. Er zijn heel veel jonge mensen die geïnteresseerd zijn om kunstenaar te zijn. Ze hebben het moeilijk. Ze hebben het niet makkelijk. Wij zijn als galerie eigenlijk nu op dit moment een van de weinige platformen die er zijn die dagelijks kunst tonen aan een open publiek. De Nationale Kunstbeurs is een geweldig platform dat elk jaar ook heel veel kunstenaars in staat stelt om te wijzen waarmee ze bezig zijn. Maar dat is dan altijd in oktober. Ze hebben het 2 jaren digitaal gedaan. Ik hoor dat dit jaar ook nog digitaal wordt. Sowieso is kunst gewoon, zoals Tosari zegt, leven zonder kunst is geen leven. You know, het is deel van wie we zijn. Al onze bevolkingsgroepen hebben zo'n rijke cultuur, dus qua creativiteit. En dat brengen we allemaal eigenlijk naar wat we zien en wat om ons heen is, naar ons dagelijkse werk. We zijn theatrale mensen. We zijn creatief in hoe we ons uiten. We houden van kostuums, we houden van muziek en dans. Dus ons eten is een ware lust voor het oog. En ja, food is also art. En het zou mooi zijn
als die ondersteuning en die richting die er al is en die er reeds bestaat. Want we moeten het natuurlijk hebben van mensen die bereid zijn om hun geld uit te geven aan kunst. Ja. Die bereid zijn zich erin te interesseren en zich erin te verdiepen. En het zou mooi zijn als die rijkdom die we reeds hebben, ook nog eigenlijk vooraan gaat staan in de ontwikkeling van ons land. Tot op dit moment lukt dat niet. Men herkent wel dat er iets is dat belangrijk is, maar aan de andere kant is het denk ik een moeilijker traject om dat ook politiek waar te maken. En we hebben veel uitdagingen. Je wil natuurlijk dat elke medeburger het goed doet, voldoende te eten heeft, daarna voldoende goed leeft, et cetera. Maar kunst kan daar een heel groot deel van zijn. Is het eigenlijk al? Maar het zou heel interessant zijn als kunst deel uitmaakt van ons ontwikkelingstraject. Het is duurzaam. We hebben een oneindig potentie daar. Dus dat is in feite mijn sluitend woord. Ja. Nou, mag ik u heel veel succes toewensen. Donderdag 7 juli zijn we er om ook die solo expo mee te maken. En ik zou zeggen heel veel succes met Reditex Artgern. Thank you. Always welcome. Thank you. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van In Gesprek. Nee, niet aan het eind. Kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van dit deel van In Gesprek Met. Heel interessant, hè? En u merkt de gedrevenheid van mevrouw Nozaya. Ze geeft het niet op. Deze gallery staat niet stil. En wij met z'n allen moeten echt meer van kunst gaan genieten. Want u heeft het gehoord, hè? We hebben een hele rijke culturele historie. En dat wordt vastgelegd. En daar moeten we allemaal deelgenoot van zijn. Maar gaat u niet weg, straks ben ik er met een ander onderwerp. Tot zo. Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. Ik ben nu in het eventcenter van Soucia aan de Van Sommelsdijkstraat, waar vanmiddag een hele leuke activiteit heeft plaatsgehad. De EU-ambassadeur voor de gebieden Guyana en Suriname, de heer Fernando Pons Canto, en zijn directeur meester Brian Glynn, die hebben vandaag een overhandiging gedaan aan de vertegenwoordiger van de minister van Onderwijs en een vertegenwoordiger van het Korps Politie Suriname. Zij hebben ze namelijk een paar reflectorbandjes overhanden. Heel leuk. De bedoeling is dat de jeugdigen, de schoolgaanden, deze bandjes omdoen wanneer ze in het verkeer zijn. En dat gaat zorgen dat ze veilig kunnen deelnemen als voetganger of misschien als fietser aan het verkeer. En dat de automobilisten ze dan op tijd zien, zodat er hiermee ongelukken voorkomen worden. Maar ik ga nu in gesprek met de heer Brian Glynn, de directeur, en met hem te praten over onder andere zijn bezoek aan Suriname en ook een beetje over deze activiteit. So, it is a pleasure and a privilege to give you this. There is a full box with several hundreds of those. And the flag has to be in the right position and the letters as well. Thank you. There is a full box and we will bring more on in our next visit. Please wear them. If you must walk in the dark, it's better you don't walk in the dark alone, but if you have to, then wear those because the cars will see you. Who knows, perhaps we'll save one life or two, or at least a broken arm, a broken leg. So thank you very much for your hospitality. Thanks to all the participants. Thank you, Commissioner. And thank you very much, Mr. Glynn, for your visit. Thank you. Is het uw eerste keer in Suriname? Ja, eerste keer voor mij in Suriname. Maar een van mijn beste vriendinnen in Europa is in Suriname geboren.
Ze is Nederlander en dus zijn twee ouders ook is hier in Suriname geboren. Maar de hele gezin zijn nu in Nederland. En Patricia en ik, we waren studenten samen in Spanje, 30 jaar geleden. En ik heb altijd nieuwsgierigheid over Suriname gehad. En dus ben ik hier. Ik ben hier voor de top van CARICOM. Heel wel georganiseerd door de regering van Suriname. Suriname nu heeft voorzitterschap van CARICOM. U bent er dus al een paar dagen. Heeft u een beetje het een en ander kunnen bezichtigen? Nou, in de realiteit, ik heb niet zoveel van Suriname gezien, maar Paramaribo is een heel mooie stad. De oude parten van Paramaribo. Ik vind het heel leuk. Maar ik ben hier om als representant van de Europese Unie. En de Europese Unie heeft heel goede betrekkingen met Suriname. We hebben een programma met de regering van Suriname van onze delegatie die in Guyana vindt. Ik praat Nederlands, maar u bent van origine? Ik ben Ier, ik kom uit Ierland. In Ierland, zoals Suriname, wij hebben twee talen. We hebben het Engels, maar ook het Iers. En het Iers is de taal van de Ieren in de voormalige tijden. Maar ze zijn de halve van de Iersen spreken ook dit taal, die een heel oude taal is. Een heel... distinct, heel different van het Engels. Groet u even de Surinamers in het Iers. Groet u de Surinamers even in het Iers. Ta ana oge sarma vehen sha is Suriname. Cheer allen in Amerika has. En nu heeft u vandaag een heel leuk initiatief gehad. De kinderen van de Mulo school hebben allemaal zo'n reflecterend bandje gehad. Heel mooi initiatief. Van wie komt dat? Ja, een heel mooi initiatief om veiligheid op het weg is heel belangrijk en heel belangrijk voor ons. In Europa, 50 of 60 jaar geleden, waren heel, heel ongelukken. Omdat de mensen kunnen niet gezien te worden. En met deze reflectoren, deze veiligheidsreflectoren, de kinderen die naar huis gaan in de donkerheid, ze hebben dit mogelijkheid om... Gezien te zijn. En nu, u zegt, u bent hier voor de CARICOM top. Wat zal de bijdrage zijn van de Europese Unie in deze top? CARICOM is voor de Europese Unie een heel belangrijke partner. Alle CARICOM-landen hebben heel enge betrekkingen met de Europese Unie. En we hebben heel veel programma's. We hebben delegaties die onze ambassades zijn. In landen zoals Guyana, en Trinidad en Tobago, en Barbados, Jamaica. En dus voor ons, CARICOM is een partner van 50 jaar. Dit jaar, in 2022, ik vier mijn 50ste geboortedag, mijn verjaarsdag. En CARICOM ook in 2023. CARICOM is ook 50. En dus ik ben hier om mijn eigen verjaarsdag te vieren met CARICOM. Wanneer is dat precies? Wanneer wordt die jaar? Welke dag? 9 oktober. Ik ben Libra. Hier in Suriname zouden we zeggen, u gaat Abraham zien. Ja? Maar nu, Suriname is dus het gastland voor deze CARICOM top. Denkt u dat de CARICOM goed is voor het Caribisch gebied? Dat ze veel dingen bewerkstelligen in het Caribisch gebied, de regio? Ik denk dat het essentieel is. Omdat Guyana en Suriname zijn grote landen. Maar de meerderheid van de landen van de Caraïbe zijn heel, heel klein. En het is heel belangrijk een regionale organisatie zoals CARICOM te hebben. Om de problemen die deze kleine landjes, vele van deze landen zijn SIDS, Small Island Developing States. En ze moeten heel veel samenwerken.
om deze problemen van de kleinheid te oefenen samen. En de EU die kijkt ook naar de gevolgen van bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne nu. Wat betekent dat? Wat doet de EU daarmee? Het is ook heel belangrijk dat we hebben een hele forte steun van de landen van CARICOM gehad. Dit is een vreselijke oorlog. Het is een oorlog niet van de Europese Unie. Het is een oorlog van Rusland tegen zijn boerland. Een heel mooie land die in de vrede leeft. Dit oorlog is niet van Oekraïne, dit oorlog is niet van Europa. Het is een oorlog van Rusland tegen zijn boerland. In de Europese Unie, de steun dat we hebben van alle landen van CARICOM ontvangen. En dat is voor ons heel welkom. Weet u ook welke hele belangrijke beslissing genomen zal worden op deze CARICOM-top? Ik denk dat de beslissingen dat ze maken op de top zijn beslissingen niet om oplossingen voor de volgende jaar, maar voor de volgende jaren. Over veiligheid van de voedstoffen en veiligheid van energie en de transformatie van alle onze landen en onze gezelschappen. Dit groen transformatie die belangrijk is voor allen. Met climate change in dit regio. We hebben alles kennis over hoe vreselijk dit kan zijn voor landen zoals de Caribische eilanden. Heel hartelijk bedankt voor dit interview. Wat zegt u tot slot tegen de Surinaamse gemeenschap? Ik denk dat Suriname is een land die een vriend van Europa is. En wij willen ook meer vriendelijk met Suriname zijn. En ik denk dat bezoeken, zoals mijn bezoeken hier, zijn belangrijk om dit relatie te sterken, te versterken. Heel veel succes verder. Het is de eerste keer voor mij een interview te maken in het Nederlands. Nederlands is niet een taal voor mij die ik redelijk spreek. Maar ik bedank u. Ik moet zeggen, u heeft het heel goed gedaan. In het eerst, Gramila Mahagat. Dat betekent bedankt. Bedankt 10.000 maal. Nog een keer in het eerst. Gramila Mahagat. Gramila Mahagat. Gramahagat. Dankjewel. Dank je. Kijkers, en met deze dankbetuiging van de heer Glynn in het Iers ben ik gekomen aan het eind van In Gesprek Met voor deze week. In het eerste deel heb ik dus gesproken met mevrouw Monique Nouchaya van ReadyTex Art Gallery en de kunstenares Chandel, die morgen, donderdag 7 juli, een expo zal hebben in de Art Gallery aan de Steenbakkerijstraat. En in het tweede deel met de heer Brian Glynn. Hij is directeur van de EU-ambassadeur voor Guyana en Suriname. U heeft het gehoord. Hij is ook deelgenoot van de CARICOM-top die we hier hebben gehad in Suriname. Ik heb begrepen, heel succesvolle top. Heel goed georganiseerd. Iedereen is er vol lof over dat Suriname een heel goede beurt heeft gemaakt. Nou, maar heeft u nog net deze uitzending gemist? De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Bedankt voor het willen kijken. Tot de volgende week. Goeiedag.